Een autobestuurder heeft gistermiddag aan de verlengde Jansteenstraat een hoogspannings-laagspanningscombinatiemast van de NV-energiebedrijf in Suriname EBS aangereden. Als gevolg hiervan was de omgeving Oldenburg, Davisbuiten, Kastanjestraat, Soekwastraat, Nieuw-Charlesburgweg en Klaroenstraat verstoken van elektriciteit. Technici van de EBS hebben intussen de herstelwerkzaamheden afgerond en alle gebieden waren rond 6:30 wederom voorzien van elektriciteit. Dagelijks leiden de EBS en haar klanten schade als gevolg van mastaanrijdingen. Voor het afgelopen jaar noteert het bedrijf 370 mastaanrijdingen. De kosten die hiermee gepaard gaan liggen dicht bij de 1 miljoen SRD. Bij mastaanrijdingen wordt getracht via de verzekering van de veroorzaker de gemaakte kosten te verhalen, wat niet altijd even vlot verloopt. De middelen die gebruikt worden om deze onkosten als gevolg van schade door derden te dekken, kunnen door het bedrijf efficiënter worden ingezet. De kosten als gevolg van mastaanrijdingen zijn een van de onnodige kosten die het bedrijf helaas nog steeds blijft maken.